De dag begint voor Peter van der Borden de laatste tijd met het controleren van de koers van de euro. 1000 euro is dus nu 40,111. Nou, vorige week was hij zelfs 38. Dat is echt niet leuk. Peter is gepensioneerd en woont in Thailand. Hij moet rondkomen van ongeveer 1100 euro. Maar door de lage eurokoers krijgt hij ruim 20% minder Thaise baht voor zijn geld. Dat is voor mij fors. Dat is voor mij echt eigenlijk te veel. Want de huren en andere dingen gaan hier ook omhoog. Ik rook bijvoorbeeld al niet meer. Dat scheelt me dan 2 pakjes sigaretten. Maar op die manier ben je dan wel bezig om dat je wel normaal door kan blijven leven hier. Ook al wordt het moeilijker, steeds. Maar hoe zie je de toekomst als die euro zo laag blijft? Red je het hier? Of? Dan zal ik, dan red ik het niet. Dan denk ik niet dat ik hier kan blijven. Dan zal ik toch of naar een goedkoper land. Of ik zal er wat bij moeten gaan doen. Of proberen ergens wat geld bij te proberen te krijgen. Maar ik denk niet dat dat meevalt. Maar Peter is niet de enige gepensioneerde in Thailand die in de problemen zit. Zo wonen er alleen al in de kustplaats Pattaya zo'n 5000 Nederlanders, waarvan naar schatting 90% leeft van een pensioen. Zo ook Ab Mulderij. Toen de euro nog voor normaal stond, toen kon ik hier van mijn AOW fatsoenlijk leven. Maar niet te gek doen natuurlijk, ik kon ook niet iedere avond uitgaan, maar ik kon nog wel eens een keertje uit gaan eten. Dat was, maar dat is niet meer nou, door die euro. Want vroeger kreeg ik zeg maar 51.000 baht, maar nu nog maar 39.000. Dat is precies genoeg om mijn huur te betalen, mijn licht en mijn eten. En dan houdt het op. Dan hou ik verder helemaal niets meer van over. Dus in feite kan ik er niet van komen meer. En ik kan nergens aankloppen. In Nederland kan je altijd nog eens ergens aankloppen. Bij de sociale dienst of weet ik veel wat. Kijk, jongens, ik red het niet meer hoor. En ik ga naar de voedselbank. Maar dat hebben we hier ook niet. En ik heb hier natuurlijk een vrouw en haar kleindochter, die wil ik dus ook verzorgen. En dan buiten dat ben ik ook niet meer verzekerd. En dat heb ik op mijn leeftijd ook dringend nodig. Ik ben dus eigenlijk verplicht om terug te keren naar Nederland. Maar wat moet ik dan hier met die vrouw en die kleine? Die kan ik ook niet achterlaten. Dit hou ik niet lang meer vol. Ik heb het deze maand nog vol kunnen houden. Omdat ik deze maand ook mijn vakantiegeld heb gehad. Dat was ook een stuk minder als normaal, vanwege de koers. Maar dat is deze maand. En dan volgende maand, dan is het eigenlijk afgelopen. En dan zit ik met, ik weet nog niet hoe ik dat op moet lossen. En dan zou je zeggen, nou dan verkoop je toch je motor. Dat had je nou niet moeten zeggen. Dat is mijn hobby. En anders, als ik die nou wegdoe, nou dan zit ik hier helemaal als een oude vent te wachten tot ik dood ga. Dat schiet niet op. Dus ik zou het niet weten hoe ik het nou op moet lossen.